In deze video laten we zien waar in het waterbeheer DNA-technieken toegepast kunnen worden. DNA-technieken zijn gevoelig. Vissen, amfibieën of muskusratten kunnen snel opgespoord worden. Ook waterinsecten, algen en bacteriën kunnen met deze techniek waargenomen worden. Voor het monitoren van zwemwater worden DNA-technieken getest die ter plekke kunnen worden toegepast voor het bepalen van de hoeveelheid fecale bacteriën en blauwalgen. Dit gaat veel sneller dan met de nu gangbare technieken, waarbij het 1 tot 2 dagen duurt voordat de resultaten zichtbaar zijn. Door gebruik te maken van de techniek metabarcoding kan een betrouwbaar beeld verkregen worden van de hele onderwaterlevensgemeenschap. Door gebruik te maken van deze techniek is het vaak niet meer nodig om tijdrovende of invasieve bemonsteringstechnieken, zoals het vangen van vissen of aquatische macrofauna, uit te voeren. Afvalwater afkomstig van ziekenhuizen, huishoudens en boerderijen kan antibiotica-resistente bacteriën of sporen van antibiotica bevatten, waarvan voorkomen moet worden dat deze in het water terechtkomen. DNA-technieken kunnen helpen bij het vroeg opsporen van de bronnen. Lekkage van afvalwater naar grondwater en oppervlaktewater kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de waterkwaliteit en kan de ecologie ontwrichten. Door het inzetten van DNA-technieken kan de bron van de lekkage bepaald worden en kan de invloed op het ecosysteem gemeten worden. Dat versnelt de opsporingsprocedure.